De conclusie is dat wij niet sterk genoeg zijn om deze bos op dit moment te verslaan. Ongelooflijk. Deze bos, 3 stages in een steeds kleiner wordende arena. En stage 1 komen we door. Bij stage 2 worden we gewoon kaart van de map gejiet. Het is ongelooflijk. We zullen eerst sterker moeten worden. Op de een of andere manier. Dus dat betekent beestjes killen. Spullen pakken. Items zoeken. En dat allemaal uitgeven bij de upgrade station. Dat lijkt me de enige manier. Vechten. Kan ik fast travelen vanaf de map? Ja, Misty Swamps heb ik ontdekt. Dragonbone Desert. Het zijn al die gebieden, hè? Soul of Fire. Ja, dat kan ik ook doen. Dat ik gewoon even bij een ander gebied ga chillen. Dat ik niet doelloos aan het levelen ben. Maar kijken of ik in een ander gebied daar dan wat kan vinden. Dan is het niet helemaal hopeloos allemaal. En dan is het wel, maar dan lijkt het niet zo. Ik heb Fragments of the Blank Stally. Kan ik hierin doen? Levert mij dat nog wat op, opa? Pompon Treasure 2. Ik heb nu Pompon Treasure 2 gekregen. Chapter 5, chapter 6, chapter 7. Nou, dat zijn al die pages inderdaad. Die we vinden, ja. Maar ja, Pompon Treasure 2 krijgen we als quest. Waar dan? Nou, kunnen we nog dingen upgraden? Dat is allemaal niet te betalen. Meer damage moet ik doen. Maar... Zie je dat? Ik heb allemaal minerals voor nodig. Quick slash 7 times. Charge attack. Ook handig. Deflect is ook handig. Dan kan ik gewoon zo. Kijk, blok. Power up. Hebben we daar nog genoeg voor? Nee. Ja, wat een uitdaging, joh. Restore stamina. Increase attack. Ja, dat is misschien ook wel handig om te gebruiken. Increase attack, increase defense. Ik bedoel, healen is toch al voor volledig. Dus in zo'n boss fight, increase attack en defense. Hartstikke handig. Maar ja, goed.
Totems of Elemental Souls. Ja, nee. Pon Pon Treasure 2. Ik kan fast travelen naar al die torens. Oh, dat zijn allemaal fast travels. Maar dan ga ik even die Treasure 2 pakken. Dan ga ik daarna naar een ander gebiedje. Dat is mijn bedoeling. Want die boss fight, dat is niet te doen op dit moment. Dan kunnen we beter eerst nog rustig op onderzoek uit. Dat zei ik net, ik wil deze Pon Pon Treasure 2, die wil ik trekken. Overcome obstacles and loot the treasure. Dit nu zo makkelijk, hè? Zo ongelooflijk. Pon Pon Bos. Kijk, ik ben nou niet meer zo bang voor die kleine mannetjes. Grote wel. Maar die kleine niet. De man is ook een gevaarlijke man. Dit was redelijk eenvoudig. Bij deze kist heb ik al geloot. Ik kan nog wel wat special ammo maken. Ja, daar heb ik al wel materiaal zat voor. Food hoef ik niet te maken, want ik hoefde mezelf niet te healen. Is er nog een manier om te zien dat ik een bepaald iets al wel of niet heb ontdekt? Ik bedoel, die camp heb ik nu gepakt. Maar kan ik nog ergens aan zien dat die camp gecleared is? Zo lijkt het niet op. Daar lijkt het niet op. Als ik die mannetjes lekker kill, lever me allemaal XP'tjes op. Hier is een tower, maar dat is niet de tower die ik zoek. Treasure is namelijk daarboven. Moet ik daar naartoe fast travelen? Bij de Star Altar. Maar er is geen fast travelen. Nee, dat is wel waar ik naartoe moet. Maar deze moet ik ook nog pakken. Dus dan doen we dat eerst maar. Ja, if you're finding it difficult to defeat the monsters. Dat vind ik. Maar niet de monsters in the wild.
A glimpse of flowers. 1 ster. Nou, dit was te doen. Dit was te doen. Kom maar op met die upgrade materials. Essence of health, essence of stamina. Dat vinden we in die ruins. We gingen op zoek naar die treasure. Daarvoor moeten we richting daar die baobab. Ja, het water ziet er diep uit, dat klopt. Al die crystals, die heb ik nodig voor wapen upgrades. Crystals. Die beesten die droppen ability stones als ik ze kill. Het water ziet er ook diep uit. Water, dat durf ik niet. Hier is de grote baobab. Oh, een rare kikkers. Daar ben ik wel bang voor. Kijk, hier is mijn grote upgrade station. Die zijn allemaal wel eng. Overcome obstacles and obtain the lost treasure. Daar beneden moet ik zijn. Hier moet ik overheen. Ja. Hoe ga ik daar veilig beneden komen? Hier. Gele rotsen. Kijk, deze grot is het. Hier is de treasure te vinden. Overcome obstacles. Welke obstacles? Hier ligt gewoon een kistje. Welke obstacles? Disguise mask. Oké, maar dat was dan de quest. En wat doet een disguise mask? Automatically restores health every 5 seconds. Oh,
Dat is handig in fights. Kunnen we dat testen door hier falling damage te pakken? Nee, ik krijg hier falling damage. Oké, nou ja, goed. Dan hebben we deze sidequest hier opgepakt. Kijk, die Underground Ruin is grijs geworden omdat we die gepakt hebben. Dat is het, ja. Ja, en dan hadden we ons voorgenomen om dan inderdaad... Sidequest Marsh. King Salamander. Hier is nog een ruin en een chest. Nou, die kunnen we ook nog wel even pakken. Dan kunnen we de Misty Swamps even doorlopen. Kunnen we daar weer een checkpoint maken. Dan gaan we naar het volgende gebied. Gaan we gewoon eerst in elk gebied alles afronden tot aan de bos. En daarna klappen we al die bossen. Vinden jullie dat een goed idee? Ik wel. Want we hebben gezien dat ik te slap ben om bossen te verslaan. Hier vandaan naar het noorden moeten we. Hout. Hier is een camp. Ja, inderdaad. Vergeten als ik ergens crystals zie om die wel mee te nemen. Oh, kijk eens wat de effectieve vechttechnieken, jongens. Wat een effectieve vechttechnieken, heerlijk. Heerlijk. Meenemen die kist. Hunter outfit. Wat doet een hunter outfit? Any health and stamina restoration effects are increased by 30%. Lijkt me een goede combinatie met mijn masker samen. Ben ik gehit? Kijk eens, ik regenerate inderdaad. Pak die beesten aan en ik ben alweer helemaal geheeld. Nice. Nice. Wat een goede skill. Of een goede skill, een goede item. Elke 5 seconden HP erbij. Wat is dit voor puzzel? Drifting Fairyland. 3 sterren. Use piggy grenade to solve the puzzle. Moet ik dan als piggy daar doorheen vliegen? Is dat wat ik moet doen? Nee. Hoe ziet hij dat voor zich dan? Ik ga hierop staan. Dan zegt hij use piggy grenade. Zo'n zijingang. Nee.
Use piggy grenade. Zeker, gaat de water nog omlaag. Ik had die kist hier op. Kijk, dan kan ik daar achteraan. Ja, kijk, en dan kunnen we nu met de piggy grenade kunnen we er doorheen. Kijk. Waardoor dit plateautje in één keer een beweegplateautje wordt. Uitkom bij een geheime kist. Fire Quill Headgear. Dit is regenerate automatisch elke 5 seconden. En dit is regenerate when an enemy is killed. Ik kan hier niet een shortcut nemen. Inderdaad wel de gangbare manier vinden om verder te gaan. Aangevallen door een aanvalsysteem. Oh hier. Huh, ik had deze al opgelost. Had ik dit opgegeven? Zou wel vervelend zijn. Ik weet nog wel dat dit inderdaad lastig was. Heb ik dit blijkbaar toch nog niet helemaal opgelost. Die moeten inderdaad groen worden. Dingen afgaan, moet ik daarop schieten. Oh, deden we dat nou ook weer de vorige keer? De vorige keer zat ik hier ook al zo lang op te klooien, dat weet ik nog.
zetten we dan wel om. Klopt die. Inmiddels moet ook wit zijn. Deze moet groen zijn. Wat een puzzel. Klopt die weer niet. Klopt deze weer niet. Ding blijven schieten, anders verzuip ik. Er zit daar weer een te veel. Oh. Nou is alles wit. Dan loop ik in dat pinnetje. Terwijl mijn mannetje staat letterlijk nog op de stenen. Hoe kan het zo moeilijk zijn, hè? Niet meer of ik hem vanuit het midden of vanuit het einde had opgelost de vorige keer. Alleen die niet als ik dit doe. Ja. Wat een puzzel.
Wordt hier gewoon geflasht door mijn eigen domheid. Als ik nou die doe, is alles wit. Dat is ook niet de bedoeling. Nu heb ik de goede vorm, alleen heb ik hem overdwars gemaakt. Zie je het? Goede vorm, maar dan overdwars. Ik had hem opgelost, hè. Dat is de eerste. Klopt die middelste weer niet. Dan klopt die wel. Dan klopt deze niet. Moet ik dan eentje opschuiven, zeg maar. Ja, ik heb hem daar neergezet. Waar ging het dan de vorige keer mis? Ging het hier mis, met dat ik hier niet kon rennen met dat blok snel genoeg? Hij stopt met rennen. Oh, zag je, als hij... Hij ging in één keer langzaam lopen, anders had ik het gered. Was dat ook weer stamina? Met zo'n steenren. Dat is op zich wel logisch. Ja, dat kost natuurlijk gewoon stamina. Kijk nou, hoe makkelijk dit is. En dat ik de vorige keer dacht, dit is niet te doen. En nou red ik het in één keer. En al die moeite doen wij voor wat? Fur or wood. Fur or wood, dat is het. Fur or wood.
Lekker hoor. Alle moeite voor fur, ore en wood. Oh. Gelijk vijanden spawnen in mijn gezicht. Ik ben nu een getrainde vechter. Dus laat me niet intimideren door deze vijand. Ik kan dit camp nog even in. Kijk dat ik niet overmoedig word. Kijk. Special ammo maken. Dat heb ik al gedaan. Oké. Cooking. Dat heb ik ook al gedaan. Nou, dan heb ik hier verder niks dan meer te doen. Wat ik zei was, kijk, al die torens hebben we, al die torens, die tempel, Mushroom Forest. Ja, ik kan daar gewoon naartoe fast travelen, maar ja, dat was te lastig. Ik ben te slecht. Dus, wij gingen naar een ander gebied om te kijken hoe het daar ging. Dragonbone Desert. Ik stel voor dat we daar gaan kijken wat daar te beleven is. Eerst alle normale mannetjes eventjes en ontdekken. Onszelf sterker maken. En dan daarna kijken of we de bosses eventueel aan kunnen. Ik denk dat dat wel een idee is. Want op zich, ik had naar elk gebied kunnen fast travelen. Er is niet een gebied wat gebied 1 is of gebied 2. Wat per definitie moeilijker of makkelijker is dan de ander. Dragonbone Desert. Volgende video. Komt goed. Graag. Tot dan!